Welkom bij een nieuwe oogstvideo. En we staan hier naast radijsjes. Het zijn de eerste weer van dit najaar, die gaan in de oogst. We hebben zoals gewoonlijk twee verschillende soorten. We hebben de gewone ronde rode radijsjes en we hebben de witte ijskegel. Die zijn wat langwerpiger. Zoek vooral de grootste uit, dan kunnen de kleintjes nog doorgroeien. En veel plezier ermee. En dan de groenlof in de oogst. Die is ook nieuw. En hoe oogst je hem? Je kan het buitenste blad naar beneden duwen. Die is al een beetje gaan vallen. En dan het binnenste, die kan je gaan draaien. En dan de prachtige groenlof. Heerlijk bijvoorbeeld in de stamppot. En dan zitten we naast de wortel. Die gaat weer in de oogst. Bij de wortel daar kun je 3 grote of 6 kleine van meenemen. Dat zetten we ook op het bordje. Nou, wat is groot? Dit scharen we onder een grote. Dit scharen we onder een kleine. En er is een ander leuk nieuws. Namelijk, ik ben net vader geworden. 2 weken geleden. En het is een dochtertje, Malou. En ik heb 2 weekjes vrij gehad. Degene die goed heeft opgelet, heeft dat misschien ook doorgehad. En Laura, mijn vrouw, die maakt het goed. En Malou, die maakt het ook goed. Dus dat is ook leuk babynieuws. En vanaf nu ben ik dus papa. Dus einde ook van de oogstvideo. Tot op de tuin en oogsten.